Oh, je zit weer aan mijn billen? Nee, dat mag jij. Yo! Yo, Thomas! Hey! We zien het al een beetje, de naam geeft dan echt de boys. De finale wel te bestaan. Dus wie gaat er winnen? Er zijn nog vier over. We hebben Pleut, we hebben Vincenzo, we hebben Isabel en we hebben Thijs. Je hebt het goed ingestudeerd. Hey, Thijs hebben we nog. Ingestudeerd. Die gast, ik word doodgegooid met al die vier mensen de hele week al. Het wordt een leuke show, want één van de vier gaat winnen. En wie is het? Wie gaat winnen? Ik denk dat wij gaan winnen. Wij gaan winnen. Nee, ik denk dat we... Ik ga winnen. Leuk, zeg jij. Wat zeg jij, Vincenzo? Ik denk Vincenzo. Als ik heel eerlijk ben. Is gewonnen door Pleut! I'm gonna make you mine.
Jo. Een nieuwe week Carlo's TV Café, deze keer met Gerard Joling, Anna Nushin, Do en Boer Geert. Ze wordt helemaal gieren. Voor de uitzending moeten we altijd eventjes in de visagie natuurlijk. En in de visagieruimte kom je iedereen tegen. Zo hebben we bijvoorbeeld Sherry-Anne, die zit er al een tijdje op. Hoe is het bij jou? Goed. We hebben elkaar net nog gezien. Ja, kijk, zo zien we elkaar normaal op zondag. En zo zien we elkaar 2, 3, 4 keer in de week. Zo vaak. Leuk, hè? Ja, leuk. Hey, oh. Jij bent natuurlijk ook aan het vloggen. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ja. Jij bent hier vaker al geweest, toch? 1 keertje. Waarom was ik er toen nog niet? Ja, je bent er net. Ja, ik ben er nog niet zo heel lang. Het is alweer een tijdje geleden. Nou, dan werd het weer tijd dat je erbij was. Ja, hè? Gezel. Waarom zie je andere instellingen bij jou? Ja, dit is niet mijn eigen camera. Ik weet niet wie deze heeft ingesteld. Maar ja, maakt niet uit. Moest je filmen op het moment dat ik nog niet in de visagie ben geweest? Ben je nog niet geweest? Ik dacht, je bent al helemaal klaar. Het ziet er zo mooi uit. Nou, ik ga wel even later terugkomen als de smink erop zit. Ja, graag. En de eregast van vandaag. Gerard Joling, hallo. Leuk dat je er bent. Jij bent ook wel gezellig aan het vloggen. Ik ben ook al aan het vloggen. Ja, jij ook, hè? Ja, ik moet hem alleen aanzetten, ik ben het vergeten. Ik word er ook wel eens moe van. Ja. Hallo. Hier hebben we de vlog van Geer. Oh, je zit weer aan mijn billen. Nee, dat mag jij. Nou, billen, het is bij jou echt wel een heel klein kontje, maar... Wat gaan we doen zo? Stel jij je even voor mijn lieve mensen, ze kennen je natuurlijk wel, ja, van Live for You, maar... Ik weet het niet, ik ben de barman bij Carlo. Ik ben Thomas. Hoi voor de mensen die mij niet kennen. Nou, ik ben gewoon Gerard Joling, je kunt mij vinden via Facebook, je kunt mij vinden via www.gerardjoling.nl, Twitter, Instagram en natuurlijk de vlog elke maandag vanaf 4 uur. Vlog jij elke dag? Jij staat elke dag wat op? Nee, niet elke dag, nee, dat ga ik niet redden, man. Je moet mij volgen op, nou ja, mijn naam, Thomas Cox en Concentrate. Yeah. Concentrate? Ja, ken je dat? Nee, dat ken ik niet, maar dat ga ik wel even opzoeken. Dan moet je eens even gaan zoeken. Leuk, man. Dat is leuk. Nou, leuk Gerard. Dat je er bent. En ik wens je succes, ik zie je zo in de uitzending. Ik zie je zo. We gaan nog wat bijzonders doen zo meteen. Ja, ik ga je zo direct eventjes achter de bar zeggen hoe je bepaalde cocktails kunt maken. Waar je heel opgewonden van wordt. Oké, wil ik zien. Dat wil ik zien. Zie je zo, man. Tot zo, gezellig. Joehoe. Mensen genieten er lekker van, hè. Maak je ze lekker. Geen bellen, gewoon trouwens. Deze vroeger kwam bijna. U wilde Carlo omhelzen, volgens mij. Vliegen met Wat een talent! Wat een talent! Heel goed! En ik denk aan jou. En ik heb je al zo vaak gezien. In mijn nachtmerrie. En ik vraag me af. Wat ik je zeg. Wauw, ga lekker zitten. En wat zingen we dan? Oh, jij. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Ik mag ook geen. Ja, een beetje. Oké, jongens. Goedenavond. Allemaal. Blijf bij Thomas. Thomas, jullie kennen elkaar. Wij kennen elkaar. Jij bent bij mij te gast geweest bij Concentrate, bij de leugendetector. Ja. Dankjewel. Wie is een vrouw in Nederland die jij wel zou doen? Katja Schuurman. Ik kwam je iets later kwam ik je tegen en toen zei jij dat jij Katja ook een week na die uitzending had ook gezien had. Ja, dat was heel ongemakkelijk. Ja, bij jou. Ik liep naar de visagie en zij zat daar al. Dus het eerste was wat ze zegt is... Oh, jij wilt dus seks met mij. Dus ik dacht, oh god, wat erg dit. Dit is zo gênant. Maar waarom allemaal is het gênant? Schuld. Waarom? Allemaal is toch, dat zeg je dan toch? Ja, ik weet niet. Ik zeg wel vaker dingen waarvan ik achteraf denk...
Oeh. Oh, dat heb ik nooit. Heb jij nooit, hè? Zou het iets voor jou zijn, de leugendetector? Ja hoor, prima. Maar niet met Katja Schuurman. Maar ik denk dat jij veel te eerlijk bent. Ik denk dat jij... Waarom zou je liegen, toch? Nou, maar je hebt toch altijd wel een paar geheimpjes die je voor jezelf wilt houden. Mm-hmm. Maar zou je het doen? Kom je bij ons in de leugendetector? Helemaal, totaal geen probleem. Ja? Yes. Nou, hoor. Ja, dat vind ik leuk. Dank je wel. Gezellig. Nou, een beetje verliefd. Ach, ik neem het verdriet. Ik ben niet te dwingen. Soms dan komt het moment, maar voordat ik je ken. Ik dank al mijn gasten. Tot volgende week.